Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met het positieve bericht van vandaag, dinsdag 7 juni. En we hebben alweer een regendag, wat geweldig. Dus niet. Nee, daar vind ik ook niks aan hoor. Als het goed is krijgen we volgende week, komend weekend volgende week, wel weer mooier weer. En ik heb net voor de VIP-groep, heb ik ook even kaarten gelegd en we krijgen nog wel zo'n. Maar goed, dat is niet vandaag. Het is vandaag een 55-10-1 dag en dat betekent dat het veel energie op ons pad kan komen. En in zo'n energie kan het best wel chaotisch zijn. En is het belangrijk, dat merk ik ook. Ik kreeg net allemaal berichtjes ondertussen op mijn telefoon. En dan denk ik, oh ja, daar wil ik even op reageren. Nee, heb ik ook even toch typt, ik ben nu met filmpjes bezig. Afmaken waar je mee bezig bent. Dat is heel belangrijk. In de 50-cyclus, waar we nu op de helft zitten, dus nog een aantal dagen, maar zeker op deze dag, dat het een 55-dag is, zorg ervoor dat je afmaakt waar je mee bezig bent. Dus ben je de vaatwasser aan het leven en de kinderen roepen, of je denkt, oh, ik hoor de wasmachine die is uitgedraaid, dus dat kan in de droger. Nee, eerst die vaatwasser afmaken. Dan de wasmachine, dan de droger, dan met een nieuw project beginnen. Ja. Deze chaot heeft dat ook geleerd. En soms lukt dat echt helemaal niet. Dus het is wel zo dat ik in mijn hoofd, ik maak niet lijstjes, maar wel in mijn hoofd, van eerst dit, dan dat. En heb ik heel goed mezelf die vaardigheden aangeleerd. Afmaken waar je mee bezig bent. Dus zeker op zo'n meestergetaaldag waarin het rumoerig is, waarin er veel onrust is. Ik heb vanmorgen al een telefoongesprek met een heel leuk iemand gehad. En dan kan je best wel even door zo'n telefoongesprek uit je energie zijn, ook al is het leuk, maar dat kan wel betekenen dat je even weer moet focussen van, oh ja, daar ga ik naartoe. Dus let daarop. Ook met het eten is goed dat je bewust gaat eten. Dat je echt bewust van je voedsel bent. Dat je bewust gaat zitten en je voedsel nuttigt. Dan heeft het ook zin. Dan heeft het ook nut. Dus ook voor vanavond, na zo'n chaotische dag, kan het ook wel zijn. We doen even wat eenvoudigs. Dat mag wel. Maar als je gaat zitten, dan ben je bewust bezig met het eten. Het jouw lichaam voeding geven. Dus niet hap, hap, hap. Klaar, we gaan weer verder, we gaan naar de sport, we gaan dit doen. Als je gaat eten, ga je rustig zitten en ga je daarvan genieten. Oh, we hebben een prachtig kaart. Dan moet ik hem recht voor houden. De hond. Ja, nu zie je hem. Hè? Ja, de hond. Kijk, mooi bloemetje. 20. Balans. Hij heeft ook nog een mooie bloemenketting om. Wees trouw aan je liefde. Met die prachtige hondenogen. Hondenogen natuurlijk. Maar ik laat hem nog even zien. Deze persoon heeft echt prachtige plaatjes gemaakt. Zo, kijk dan. Zo. Cool. Mooi op het derde oog. Zo'n prachtige robijn. Spirit van de hond. Herinner je eraan dat, hoewel het leven aan verandering onderhevig is, het de bedoeling is dat we ons allemaal ook ontwikkelen. Onze liefde en verbintenissen sterk moeten blijven. Er wordt van je gehouden en je kunt erop vertrouwen dat deze hogere waarheid echt is. Spirit voelt sowieso liefde voor je. Maar nu is het de tijd dat de liefde zich ook op vele andere manieren laat zien in je leven. Vooral door mensen met wie je je omringt. Deze kaart vertelt je ook dat je trouw moet zijn aan datgene waar jij van houdt. Want het is een tijd van voorspoed en geluk. Blijf stabiel als je ziet dat mensen en dingen steeds veranderen. Je bent van binnen liefdevol en oprecht. En je moet weten dat je standvastige toewijding aan het ervaren en uiten van liefde alleen maar meer liefde zal aantrekken. Je verdient het allemaal. Heb vertrouwen in Spirit. En de plannen met jou. Wat een prachtig dag. Ik wens jullie een hele mooie dag. Regen is een zegen.
Nou, de zegen is wel genoeg geweest, denk ik. Zelfs paardjes hadden er last van, hoorde ik van een lieve vriendin. Dus, let the sun shine. Laten we gewoon allemaal zonnige plaatjes, zonnige dingetjes op Telegram, op Facebook, op over let the sun shine. We gaan zonnige plaatjes, zonnetans van Klankcarousel. Laten we dat vandaag eens even doen. Gewoon Apollo gebieden om nu standpeden terug te komen. Het was niet de bedoeling dat Apollo op vakantie ging. Ik heb dat, het is wel eens in jaren eerder gebeurd hoor, dat het in deze periode heel koud en nat was. En dan had ik een plaatje op Facebook en dan krijg ik dus nu een herinnering van, nou die Apollo is een lekker ding, maar hij is wel verdwenen. Apollo is de zonnegod, hè? Ja, wij gaan met ons allen zonnig plaatjes delen, overal, zodat we de zon weer terugkrijgen. Dag lieve mensen!